Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag? Ja, wij gaan winnen, alleen met hoeveel is de vraag? Ja, we zullen ze laten beven, ze zullen wat beleven. Ja, Feyenoord, Feyenoord. Feyenoord, olé. Ja, jongens. Wat een avond. Wat een avond voor Feyenoord. Ja, en de Kuip en alles. Oh, ja. Hey, komen wij uit Rotterdam? Ken je dat, jongen, dan? Ja, hey. Jongens, die gaan we lang onthouden, hoor. In Rotterdam. Ja, 7-1. 7-1. Ja, en wat een intro. Ja, voor Ajax Feyenoord. Nou, is dat even geweldig. Want die Ajaxiden, die denken gewoon van... Ja, we gaan wel even winnen van Feyenoord. Oh ja. Rafael van der Vaart, die zei zo. Het wordt gewoon 3-0. Wordt het 3-0 voor Ajax. Oh, heb je gekeken vanavond? Ja, dan kan je wel zeggen... Ja, Dat Shakhtar, die kunnen er niet veel van. Oh nee, nou die Shakhtar is echt geen ballenploeg hoor. Nee. En luister even goed, heb je die Heitinga gehoord? Dus zei tegen Heitinga, ga je kijken naar Feyenoord? Ja, misschien in de verlenging. Wat is dit voor een arrogantie? Hoezo verlengen? 7-1, Heitinga. Hoezo verlengen? Ja, en Heitinga heeft ook gezegd... Ja, we zijn gewoon de favoriet. Oh, jullie, Ajax is de favoriet. Oh, gebaseerd op wat? We hebben jullie zulke geweldige wedstrijden gespeeld dan de laatste tijd. Nou, dat valt reuze mee, hoor. Je hebt wel gewonnen, maar ook zo. En wat denk je van... jullie spelen helemaal niet eens meer in Europa? Hey, en wij? Ja. En Feyenoord, ja, wij... We doen nog steeds mee, dan in kwartfinale Europa League, hé. Hey. Ja, en dan zegt zo'n Heitinga, die zegt dan... heeft Feyenoord ook een zwakte? En dan zegt Heitinga, nou, dat zullen jullie zondagmiddag wel zien. Oh ja, nou, dat zullen we zeker zien. Dat gaan we zeker zien, Heitinga. Ach, jongens, hé. Dit is echt een moment, hoor, voor Feyenoord. Ja. En we allemaal te danken. Ja, voornamelijk te danken aan de trainer, aan die Arne Slot. Ja, oh, die Arne Slot, hè. Vrienden, die moet echt uit de buurt blijven van Vaticaanstad. Ja, anders wordt hij heilig verklaard.